Dank u wel, lid Edmel. Dank u wel, voorzitter. Ik heb geluisterd naar het lid Bova en met betrekking tot dat stuk dat hij heeft afgegeven aan het parlement over de handtekening die de president zou hebben gezet onder een stuk over landschap dat zou moeten worden weggegeven, moet ik dit aangeven. Ik betreur dit en ik ga ook aangeven waarom. Het is dezezelfde president in de persoon van meneer Santokki die tijdens de vorige regering in de oppositie zat en een hele grote mond had over wat er fout ging en wat beter moest gaan. Het is dezezelfde president die eigenlijk altijd zoveel te zeggen had over beter bestuur, over concreet, over openbaarheid van bestuur, over zuiverheid van bestuur. Het is dezezelfde president die tijdens de verkiezingen van 2020 het volk zo ver heeft willen krijgen, heeft gekregen om op zijn partij te stemmen en heeft gezegd dat hij alles zuiver zal doen. Dat hij ervoor zal zorgen dat er verbetering gaat komen. En dan hoor je dit, je hoort dit allemaal en je vraagt je eigen af van, is dit goed voor het land? Kunnen we zo verder gaan? En de grondwet zegt het ook dat de uitvoerende macht berust bij de president. Dus de president heeft conform de grondwet heel veel power om bepaalde dingen te doen. En het doet heel veel pijn wanneer je dit hoort. En ik moet aangeven dat dit duidelijk een schande is voor dit land. Het is een schande voor die totale samenleving. Echt waar. Deze president zet het land Suriname en de totale Surinaamse samenleving te schande. Een grote schande.